Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op die abonneerbutton. En like deze video. En blijf. En druk even op het belletje. Nou, ik een heerlijke tosti aan het maken. Zoals je ziet, het is een beetje uitgelopen. Maar goed. Ach ja. Dus, ja goed. Ik heb hier een ene ander heb ik gedaan. Ik moet toch even een beetje afkoelen, daar niet van. Ik heb de wc's badkamer weer schoongemaakt, dus ik laat het heel even afkoelen. Ja, ik heb wat mayonaise heb ik lekker erbij. En dan gaan we heerlijk genieten vandaag. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. En geniet van de beelden wat ik ga maken. Yes. In ieder geval, ik heb het erop zitten. Ja goed, het was een redelijk dagje eigenlijk vandaag, moet ik zeggen. Ja, dus in ieder geval, ik ga lekker eten. De lunch heb ik op, maar ik wou even dit even opruimen. En zoals jullie zien, kijk eens, tadaa, liggen allemaal blaadjes. Dus, plastic. Ik ga het heel even opvegen. Hier beneden is alles klaar. En kijk eens, alles hebben we weggeveegd. Nou, gaan we de stal even dicht doen. Hopla. En dat is weer mooi schoon. En kijk. Ga hem hier buiten hangen. En die is daar. Ja. Nou, hopla. En de doos was vol. Daar is de kat. De doos was vol, dus die heb ik in de stal gezet. En... ja goed, dan ben ik hier tenminste ook klaar, want hier binnen heb ik ook geveegd. Daar is die. Ja, zeg maar hallo mensen. Hallo. Daar komt die. Ja, het is echt een kat, hè. Ja, dus in ieder geval, ik ga naar boven toe. Ik hou het voor gezien voor vandaag. Maar ik ga het nog niet... stoppen. Kijk, dit moet ik ook nog even opruimen. En de bedden moet ik nog even opmaken. Ja, oprapen, ja. Dus dan ga ik daar even mee aan de slag. En dan hebben we dat in ieder geval al gehad. Dus, yes. En kijk eens. Alles is zo weer netjes opgeruimd. Ik heb gelijk de bedden, alles opgemaakt. Dus, dat is wat dingen houden. Dus, ik ga me lekker douchen. En omkleden. Like it. Ik heb me heerlijk lekker gedoucht en omgekleed, dus hebben we dat in ieder geval ook alweer helemaal klaar. Alleen, ik moet even mijn schoenen aandoen, want ik ga zo even de deur uit. Dus ja, want dat kan ik wel even zeggen. Ik heb vanmorgen heb ik de route gereden en ben daarna eigenlijk gelijk naar huis gegaan. Dus ja goed, en die mensen in Tankstation, daar maak ik altijd een praatje mee als ik binnen ben, dus dat is wel hartstikke leuk. Ze zijn altijd vriendelijk, altijd netjes, moet ik zeggen. Echt een compliment naar hun toe. Dus. Maar goed, ik heb de schoenen aan. Ik ben hier. Ben ik klaar. Dan ga ik even met de scooter even naar Tankstation. En dan ja, gaan we kijken. Top. Ik heb het aangedaan. Ik heb de scooter ook even aangedaan. Dus ik ga naar op naar Tankstation. En dan zien jullie mij daar. Peace. Like deze video. Ook mensen wat niet geabonneerd zijn. Like even. Het zou hartstikke leuk zijn. En mocht je niet geabonneerd zijn. Laat het even weten in de reactie. Want dan kan ik weer op jullie YouTube kanaal abonneren. Dat zou hartstikke mooi zijn. Ja. Dus toedeloe. Tot bij Tankstation. Hey, ik ben bij Tankstation aangekomen. Dus kijk eens wat daar staat. Ook even in de gaten houden. Ik ben de prijzen. Ja. Controleren. Ja, is prima. Zit genoeg. Dus nee, kijk. De auto is daar. Chic, hè. Nou, in ieder geval. Hij zit er wel vol. Ik ga binnen betalen. Ik heb betaald, dus we kunnen gaan. En die vrachtwagen komt uit Bulgarije, dus waarschijnlijk hebben ze dat hier gemaakt. Of andersom.
En dan wordt het hierheen vervoerd, heb ik zo'n gevoel. Maar dat zijn allemaal Skoda's, zijn dat. Hele mooie auto's zijn dat. Ja, tot thuis. Ik ben weer thuis en dan zie ik dat het tijd is om Daan van de BSO af te halen. Want op deze dag zit hij op de smiddags op de BSO. Dus, en Linda is ook thuis. Dus dan loop ik maar gelijk even die kant op. Yes, alright. Die tafel zwaar. Zijn we thuis. Linda is toch altijd boven, dus hij heeft zijn tas ook meegenomen. Die ga ik dadelijk uitpakken en dan even de crocs aan doen. Ja, man. Deze. Hey, maar je weet dat die wit is. Boel heb ik hier opgeruimd, terwijl hun daar aan gamen is. Is Linda hier ook hier thuis? Hallo Linda. Hoi. Daar is ze. Ja. Dus die is ook alweer klaar met werken. Ah, Linda? Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Hier is de kat. Ja? Nou, in ieder geval, we gaan lekker chillen. Yes! Heb je wat sniper ammo? Nee, niet. Ik zit even op Maar even een hele tijd ben ik verder. Daar is Linda. Even aan bellen. Huh? Hallo. Ja, want ik ben even bezig geweest. Zo, het plastic is er morgen opgehaald. En ik heb namelijk... Even laten zien. Ik heb de scooter even schoon geveegd. In verband met die sneeuw. Want er is een hele hoop... Zand is er en ik heb even hier een en ander heb ik opgeruimd. En ja goed, dan is de stal ook weer voor zover klaar. Dus ja, die spullen wat er staan, dat hebben we nodig. Dus eigenlijk kan niet veel weg. Het enige is nog die oude fietsen wat we hier hebben staan. Die kunnen een keer weg aan een step wat niet meer goed is. Die kan ook een keer weg, want die is helemaal kapot eigenlijk. Dus... Ja goed, en daar stapelen de dozen op. En dat is nog een tussendeur van de keuken en de woonkamer. Want die hebben de vorige eigenaars hebben die eruit gehaald. En ja, zodoende ligt die hier in de stal. Dus, maar goed, er is geen vocht aan. Want in principe als ze eruit gaan, kan ik hem zo weer erin hangen. Maar wij vinden het makkelijk, want anders zit je iedere keer met die deur open dicht. Dus is wel wat makkelijk. En wat is Daan aan het doen hier? Kijk. Daan is een... Aan het oefenen. Daan is aan het oefenen. Papa. Het is zo lekker weer vandaag. Echt. Het is 40. Bij mij naar het voetbalveldje. Nee jongen, want ik ga zo eten maken. En ik heb hier. Nee, dan is het te donker. Kijk uit met de schutting. Niet tegen de schutting alsjeblieft. Kijk. En dat doet hij dan ook. Ja. Dit zijn bijvoorbeeld twee mannetjes, hè? Ja, hij heeft mijn emmers, maar goed. Dit zijn bijvoorbeeld twee mannetjes. En dit zijn twee spitsen. Wat doe je dan? Dan pak je die bal. Dribbel je de eerste uit. En als je die hebt, als je die raakt, ja. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Maar kijk, bijvoorbeeld als je ze uitdribbelt. Ik ben met de schutting, jong. En je scoort? Ja. Wat basis? Schiet maar. Oh, jammer. Papa, ik ga even steekbasis doen. Schiet maar daar. Kan ik naar boven gaan?
Ik heb met de Amos, jong. Accent is kapot. Even overnieuw. Nog een keer? Iets harder. Nee, voorzichtig. Iets harder dan. Ik moet eerst leren om aan te nemen. Ik schei er meer uit voor vandaag. Nog één keer. Nou, de laatste keer. Ja. Dus. Ja goed, dus in ieder geval, dat is ook weer helemaal klaar. En dan, ja goed. Nee, blijf maar hier, want ik ga zo niet te maken. Hier. Oh, wil je naar binnen? Ja, ik wil even naar binnen. Nou, ik ga even voorbereiden voor het eten maken. Dus, peace. Ik heb even licht gemaakt. Ja, de kat is nog hier. Hallo, kijk, en we eten aardappeltjes, sperziebonen en minuutlapjes. Dat ga ik maken. En Linda houdt graag bij die sperziebonen van een ui. Dus ik ga even schillen. Het eten heb ik klaar. Dus ik heb de aardappeltjes heb ik geschild, de boontjes. En dadelijk, en dan ga ik even een ui schillen. En dan neem ik jullie daar aan mee. En in de tussentijd doe ik... die minuutlapjes erop. Ik hoef niet te huilen hoor, met de ei. Nee hoor. Walter! Wacht even Linda. Nou, ik heb mijn handen gewassen. Zo. Dan gooien we dat hierin. Voelen we dat op en dan gooien we dat dadelijk weg. En dan ga ik verder met de ui schillen. Maar dan is het echt het hoesten. Het heeft echt kriebel in de keel. Dan krijg je ze maar niet eruit. Maar ja, goed. Wakker, Melinda. Anders snij ik dadelijk in mijn vingers. En dan kunnen we naar het ziekenhuis. En dat willen we niet. Zo. Even kijken. Zo. Is goed. Ja, goed. Ik hoef het niet te eten, dat scheelt. Want ik vind dat persoonlijk niet lekker. Ui over de sperziebonen. Nou. Dus in ieder geval, dit is ook helemaal klaar. Lekker grof, hè? En dan ga ik hem even verhalen met kokkerellen. Yes, picobello in orde. Toppie! Het eten is klaar, dus ik ga hier even het vlees op een bordje leggen. Ik heb net even de aardappeltjes geprikt. En dan ga ik even de jus maken. Yes! Alright, alright, alright. Everything is sing alright. En dan hebben we het er weer bijna op zitten voor vandaag. Ja, ik wil werken wel. Zo. Dat gooien we dadelijk weg. Even schoen maken. Ja. Ja, ja. Dan ga je even buiten voetballen. Ja, dat zal. In het donker. Ja, doe de deur even dicht alsjeblieft.
Dank je. Ja, goed, dan komt er ook wel wat pressenlucht naar binnen. Dat is ook wel wat fijn, hè? Yes. En dan kunnen we daar heerlijk lekker eten. Nou, dan ga ik even alles afgieten en dan gaan we heerlijk aan tafel. Kijk eens, tada, het eten staat op tafel. Ik moet nog borrel even pakken. Dus we gaan het lekker eten, smikkelen, smullen. Komen jullie? Oh, nee. Daan is even achterom, dus we gaan eten. We zijn even wat verder aan. Kijk, we hebben heerlijk gegeten. Alles is opgegaan. Hun zitten nou lekker aan tafel nog een ijsje te eten. Dat is de kat. Kijken of hij nog wat kan pakken, maar alles is op. Huh? En Daan had een boekje. Wat is dat voor boekje, Linda? Had hij van mij gekocht? Dat heeft hij. Ja, zijn allemaal dingen. Echt voor moeders met kinderen. Dus, ja goed, in ieder geval, ik ga de boel even opruimen en de aanrecht en dat soort dingen allemaal even doen. En dan gaan we dat even doen. Ik ben maar even wat verder geweest. De tafel is weer afgeruimd, schoongemaakt en dat soort dingen allemaal. Ik heb de aanrecht weer helemaal mooi schoongemaakt. Inclusief het gas van huis. En jullie zien het goed. Ik heb ook het ontbijt van morgen vroeg al klaargezet. Dus in ieder geval... Dat hebben we allemaal gehad. Dan ga ik bij deze ga ik de vlog afsluiten. Het zal een hele korte worden vandaag. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat hebben we wel eens. En dan gaan we bij deze nogmaals afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou wel hartstikke fijn vinden. Dan gaan we nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. Dan zien we ons morgen. En ik groet nu vlog. In ieder geval. Toi, toi, toi. En tot morgen. En ik doe het. Dat is Daan. Doei. Dat is Linda. Doei. Abonneer je. Tot morgen. Ik doe nieuwe vlog. Ja, dus in ieder geval. En druk even op die abonneerbutton. En like deze video. En druk op belletje. Dan blijf je van alles op de hoogte. En lees even de beschrijving voor lid te worden. Dus in ieder geval. Dat zou hartstikke leuk en fijn zijn. Dus in ieder geval, toi 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 en tot morgen en ik loop nu vlog. Doei, tot morgen!